toch nog een keer het vervangen van een batterij in een Digipas. Er was iemand die had naar aanleiding van mijn vorige filmpje aangegeven van het lukt niet, je kunt beter rechtstreeks hierop solderen en aan de andere kant van het contact van de batterij solderen. Maar als je de schroefjes losmaakt van het printplaatje, dan zie je dat er aan de andere kant helemaal geen mogelijkheid is om te solderen. Dus waarom werkte het niet met de contactpunten? Op zich meet ik gewoon de batterijspanning op die contactpunten, maar ik heb nu even met een ohmmeter gemeten tussen dit aansluitvlak en de contactpunt en het andere aansluitvlak en de contactpunt. En wat blijkt? Het contactpunt waarvan je zou verwachten dat hij hiermee contact maakt, daar zit nog een onderdeel tussen. Dus ik ga toch eerst even kijken nog, als ik hier draadjes op aansluit, of ik dan inderdaad hem gewoon nog aan kan zetten. Wederom de truc met de wasknijper als houder. En ik moet bekennen, dat als ik hier op druk, dat hij dan dus niet aangaat. Het was dus niet zo'n goed idee, het vorige filmpje. Tussen dit punt en TP2 zit nog bijna een kilo ohm tussen. En met de meetpennen omgekeerd nog een halve kilo ohm. Er zit dus duidelijk nog iets tussen dit testpunt en de bovenkant van de batterijhouder. Na de plus aan de bovenkant van deze batterijhouder te hebben gesoldeerd en de min aan TP4, want tussen TP4 en de moeilijk te bereiken contact aan de onderkant van de batterijhouder meet ik wel gewoon echt een 100% verbinding. Dus ja, TP4 zit dus wel gewoon echt verbonden met de massa en hier doen we de plus op en dat kan dus op deze manier met een wasknijper gedaan worden. En als dit eenmaal gedaan is, dan kan je dus, zoals in het vorige filmpje uitgelegd, de batterij eruit schuiven, want dan blijft er dus spanning op staan. Dat kan ik dus even laten zien. Op deze manier blijft er wel spanning op staan en op de vorige filmpje dus toch niet tussen die twee testpunten. Dus vergeet testpunt 2. We doen op testpunt 4 doen we de massa van de batterij en op deze kant de plus van de batterij. Daarna schuiven we de batterij eruit met een kunststof voorwerp, want zou je sluiting maken heb je alsnog even geen contact gehad. En als de nieuwe batterij erin geschoven is, dan kan je dus deze draden weer los solderen of los knippen. En dan moet het werken. Deze methode lijkt dus even iets beter dan die ik bedacht had in methode 2. We maken dus geen gebruik van testpunt 2. Hopelijk kunnen veel gebruikers van Digipassen hier hun voordeel mee doen. Succes!